Sven Biskop. Ik leid het programma Europa in de Wereld aan het Egmond Instituut in Brussel. En ik doseer ook aan de Universiteit Gent over het Belgisch buitenlands- en defensiebeleid en over de Europese Unie, strategie en grootmachtenpolitiek. En er zijn in mijn werk drie vragen die ik altijd in mijn achterhoofd houd. En de eerste vraag is, weet ik dat eigenlijk wel? Daarmee bedoel ik dat je altijd een zekere mate van, een gezonde mate van twijfel moet hebben. Je moet dat natuurlijk niet overdrijven. Als je iets geanalyseerd hebt en je komt tot een conclusie, moet je die ook met voldoende zelfvertrouwen verdedigen. Maar in het volle besef, zoals Tony Judd zei, de Britse historicus, when the facts change, I change my opinion. Ik hou niet van collega's die in stillige zekerheden spreken. Meestal is de realiteit niet zo zwart-wit. En de realiteit evolueert ook. Dus alles is waar tot het moment dat het niet meer waar is. En dan moet je ook je analyse terug aanpassen, vind ik. In de discussie over China zie je dat bijvoorbeeld goed. Hè. Mensen categoriseren je heel graag. Je moet pro-Chinees zijn of je moet anti-Chinees zijn. Ik denk, ik ben pro-Europees. En als het in het Europees belang is om met China samen te werken in een dossier, dan moeten we dat doen. Maar als het in ons belang is om China af te blokken op een ander dossier, moet je dat ook doen. Maar dat wordt dan gezegd als de Russische oorlog tegen Oekraïne begon. Ah, en China steunt Rusland. En we weten dat en we hebben bewijzen dat ze wapens leveren. En onmiddellijk wordt China 100% in het kamp van Rusland gezet. En dan blijkt later dat ook degenen die dat hebben verkondigd eigenlijk moeten zeggen, dat doen ze niet. We steunen Rusland op veel manieren, maar er is eigenlijk geen directe militaire steun. Dus je moet toch altijd oppassen en de nuances blijven zien. Want anders leidt dat tot beleidsbeslissingen die totaal verkeerd kunnen zijn. De tweede vraag die ik mij altijd stel is, en dat is een vraag die ik van Rick Koolzaad, mijn mentor, geleerd heb. Wat is hier nu eigenlijk nieuw aan? Niet dat er nooit iets verandert natuurlijk, maar vaak hebben mensen de neiging om die verandering te overschatten. Iedereen in de pers roept te pas en te onpas, dat is nog nooit niet gezien. Daar is geen enkel precedent voor. En als bijvoorbeeld een minister dat zegt, bedoelen ze eigenlijk meestal, dat is nog nooit niet gebeurd sinds ik minister ben. Maar als je de geschiedenis kent, dan weet je dat veel dingen in zekere vorm wel al eens gebeurd zijn. En je moet dat weten, want ik denk dat je niet de internationale politiek vandaag kunt verstaan als je de voorgeschiedenis niet kent. Kissinger die zegt, geschiedenis dat is de herinnering, dat is het geheugen van de staat. Dat is de geschiedenis. En de geschiedenis voorspelt nooit de toekomst, maar je ziet wel dat dezelfde mechanismen altijd terugkomen. De manier waarop grootmachten aan politiek doen, dat is al 2000 jaar hetzelfde, dus dat is interessant om dat te weten. En dan begrijp je beter hoe de wereld werkt en kun je daar beter mee omgaan. Opnieuw is China een concreet voorbeeld. Er zijn veel mensen, vind ik, die op de een of andere manier vinden dat de wereld niet meer marcheert zoals het zou moeten, omdat China daar is als grootmacht. Alsof dat in zekere zin abnormaal is. Maar als je de geschiedenis kent, dan weet je, ja, het is logisch dat China een grootmacht is. Plus, je bent nooit de enige grootmacht. Je hebt altijd evenwaardige tegenspelers. Dus als je dat weet, dan besef je dat is eigenlijk normaal. En dus kan onze strategie niet zijn, je moet China doen verdwijnen, maar hoe gaat het met China hopelijk een modus vivendi vinden? De laatste vraag was de vraag van Mitterrand. Et alors? Daarmee bedoel ik, je hebt iets onderzocht, we weten dat nu, maar wat zijn we daarmee? Wat doen we daarmee? Waarom was dat belangrijk om te weten? Omdat ik vind dat politieke wetenschappen geen laag per laag mag zijn. Uiteindelijk worden wij als proffen betaald door de staat. Ik denk niet dat de staat mij betaalt om esoterische stukken te schrijven die alleen door andere professoren begrepen worden. Ik zeg aan mijn studenten altijd, als je een stuk schrijft over een onderwerp en de militair of de diplomaat die daarmee bezig is, die kan dat niet verstaan, dan is het waarschijnlijk geen goed stuk.
Dus ik vind dat we altijd moeten zoeken naar de relevantie, in feite de beleidsrelevantie. Je hebt iets onderzocht en waarom is dat belangrijk? En wat gaan we nu concreet doen? Wat zijn nu de opties die we hebben? En studenten komen soms af met onderwerpen en dan denk ik, ja, maar oké, je hebt een vraag, maar als we het antwoord op die vraag weten, verandert er dan iets? En als er niets verandert, dan moeten we misschien een andere vraag stellen.